Hoi, ik ben Dennis en ik ben Tim van Kartel.com en vandaag gaan we weer jullie videovragen beantwoorden. DBL vraagt: wat is eigenlijk de maximale druk voor een hoge drukreiniger om je auto veilig te kunnen wassen? Want te veel druk is wellicht slecht voor je lak. Hey DBL, goede vraag. Ja, te veel druk is inderdaad slecht voor de lak, maar het allerbelangrijkste is, is dat je voldoende afstand moet houden. En dat niet alleen, bij heel veel hoge drukreinigers zit er een uh, vuilvrees. Uh, nee, niet gebruiken. Nee, nee. niet gebruiken. Nee, Moe je we... nee, dat gaan we niet doen. Dus um, de druk is zeker belangrijk, want hoe meer druk, hoe meer afstand je moet houden. Maar je moet vooral je gezonde verstand gebruiken. Dus niet te dicht op, ook heel erg op randjes letten. Op beschadigingen letten, zoals steenslag en andere kleine schades. ga daar niet de hele tijd overheen uh, uh, rammen met je hoge drukreiniger dan is eigenlijk uh, de druk nooit te hoog. Ja. Marco vraagt, hoe drogen jullie die auto na een pre-wash? Ik hoor jullie namelijk zeggen dat de auto niet 100% schoon gaat worden met deze wasmethode. Een droogdoek zal daarom krassen veroorzaken, denk ik. En niet drogen kan weer zorgen voor waterspots. Marco, leuke vraag. Um, en daar is toch eigenlijk een beetje een klein misverstand. Want uh, na een pre-wash, en de naam zegt het al, het is een pre-wash. Het is dus iets wat je doet voordat je daadwerkelijk de auto gaat wassen. Uh, moet je niet meteen de auto drogen? Dus een pre-wash zorgt ervoor dat je daarna veiliger je auto kunt wassen. En na het echte wassen van die auto kun je weer veilig je auto afspoelen en drogen. Dus nooit met alleen maar uh, een pre-wash je auto doen en daarna denken: van ik uh, ga hem inderdaad drogen met een droogdoek, want dat gaat kassen geven. En bovendien wordt je droogdoek dan ook vies. Dus dat is echt niet de bedoeling. Nee, dus dat uh, zeker niet doen. Nee. was erop. Daarna gewoon netjes wassen. Liefst met de 2M-methode. Uh, netjes afspoelen. en Drogen Droog zelf altijd met een detailer tegelijkertijd. Twee sprekers op je droogdoek. Eén of twee op paneel. Netjes drogen. Laatste vlekjes weg. En lekker schoon de weg op. Ja, en dan denk je: detailerspray. Waarom uh, raadt tennis dat nou aan? Maar het is eigenlijk uh, heel simpel. Een detailerspray zorgt ervoor dat. De, 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 het water wat minder stroef is en, en ook de droogdoek, waardoor die makkelijker over het oppervlak glijdt en dus ook een beter droogresultaat kan geven. En in sommige detailersprays zit ook een, een middel om kalk en andere mineralen af te breken, ja. dus ja. en dat helpt ook weer mee. Nou, Lex heeft zo'n eentje final finish. Ja, precies. Wat ook helpt, trouwens, als je nog veilig wilt drogen, is eerst uh, je auto afspoelen met een massieve straal met uh, water. Dat kun je doen door een vast stukje tuinslang aan je. Uh, tuinslang ja. te doen. Ja, een ja. vast stukje. Van je een koppelstukje. Nee, tuin... Dat klinkt heel raar. Maar daar hebben we een, uh, een videofragment van. En dat videofragment kun je hier in de hoek vinden. Jan vraagt: Mijn remschijven achter die zijn roestig. Kan hier gewoon die gel opgesmeerd worden? En hebben jullie nog andere tips om roest van schijven te verwijderen zonder ze te demonteren? Jan, goede vraag. Um, een remschijf zal van zichzelf eigenlijk altijd wel al een beetje roesten. Het is natuurlijk kaal metaal. Dus op het moment dat er een miese is of het regent en je gaat niet rijden... ...zal ongetwijfeld weer roest erop komen. Dus maak je daar niet te druk om. Ik zou ook niet elke keer uh, proberen de roest eraf te krijgen. Wat we wel hebben is een product van, van Beeldhammer. Dat heet Atom Mak. En dat kun je opsprayen nadat je de velgen uh, gewassen hebt. En wat het pluk doet, het legt een filmlaag eroverheen... ...en die voorkomt, zoals we noemen, de flash rust. Dus dat je de eerste uh, lichte roest... Dus dan, op het moment dat je klaar bent met een, met een detail bijvoorbeeld, hebben je niet uh, een mooie auto en verroeste remschijven. Een beetje een vlog op een molenschuit. Dus dat kun je, kun je eraan doen. Verder dan dat, zou ik niet te druk maken om verwoeste remschijven. Nee, die roesten nou eenmaal. Het is gewoon uh, ja, blank staal. En daarom remmen ze ook zo goed. Ja, ja. Vind ik dat ja. Maar goed, het kan natuurlijk wel zo zijn dat, uh, dat een, een remnaaf bijvoorbeeld uh, roestig of een beetje viezig wordt. Dat kan. Ja. En dan kan je inderdaad zonder problemen die gelvorm erop smeren. Dat is geen probleem. Wil je daarna nou uh, beperken dat uh, die roest weer ontstaat, dan kan je, zoals Dennis al zei, die uh, atommak van Beeldhammer daarvoor gebruiken. En dat werkt erg goed. Anonymus vraagt: hoe kom ik aan de informatie wanneer dit soort dagen gehouden worden, zonder een social media stalker te hoeven zijn? Nou, uh, anoniempje, wij snappen natuurlijk heel goed dat je dit soort dagen niet wil missen, want het zijn hele leuke en leerzame dagen. Maar het goede nieuws is, is, dat we dat niet alleen op social media delen. En ik snap best dat niet iedereen op social media wil zitten. Maar dat delen wij ook bijvoorbeeld op onze site. Wij hebben een menu zelf leren heet dat tegenwoordig. Daar kun je alle clinics en evenementen op terugzien. Maar je kunt je ook abonneren op onze nieuwsbrief. En dan beloven wij dat we niet vier keer per week jou gaan mailen. Maar dat is meestal is dat nou ja misschien drie soms vier keer per maand en dat is het dan ook wel en je kan je natuurlijk ook als je ons echt zat bent daar gewoon even uitschrijven of je kan bellen je kan bellen ja krijg je Dennis aan de lijn bellen lukken? appen ja. gezet, ja, even oh, vragen of er iets, uh, iets aan zit te komen ja. um, niet elke workshop zal uh, via een nieuwsbrief gecommuniceerd worden als we er eentje in plannen en we hebben maar voor 15 man plek en we krijgen een paar duizend man een e-mail ja dan worden toch heel wat mensen ja. teleurgesteld dan willen we ook overkomen dus, dat, uh, ja. Ja. dus soms is een beller sneller ja. of een apper en dan uh, gaat Dennis uh, antwoorden. Doei! Gez ook gezellig. Doe, doe. Ja? Interpol vraagt: welke glascoating gebruiken jullie zelf voor de auto's die jullie behandelen? Dag Interpol. We nou, worden wel een beetje voorzichtig antwoorden als we vragen van Interpol gaan beantwoorden. Uh, wel een goede vraag. Ja, welke coatings gebruiken wij? Nou ja, eigenlijk gebruiken wij heel veel verschillende coatings, omdat wij het gewoon ontzettend leuk vinden om alle coatings die wij hier hebben te testen en te leren kennen. En zo kunnen wij ook heel goed beoordelen wat nou de verschillen tussen die coatings zijn. Uh, hebben we een persoonlijke favoriet? Ja, ik vind de NanoLex coatings ontzettend uh, uh, mooi en fijn en makkelijk werken. En uh, die van PoorBoys is uh, wel heel bijzonder, want die is echt super glad. Maar wat minder duurzaam uh, wordt er hier en daar geroepen. En jij, Dennis, heb jij nog uh, een persoonlijke voorkeur voor glascoating? Uh, meestal Kencoat van Guillaume. Ik vind dat toch wel een bang voor bak. Uh, ik stel toch maar een, een, een coating, zeg maar, voor, voor ons gekken. Uh, ja. Dus het auto is een mooi als net gepolijst lokwerk. Um, dus ja, ik heb niks aan een coating die twee jaar of langer laat zitten. Want je polijst nee. je auto toch wel één keer per jaar en dan is een 12 tot 18 maanden coating is voor mij gewoon, gewoon perfect. En bang voor bak wordt is dat uh, geweldig. Koppel velgen, kunststof en je lokwerk. Dus in één keer, één keer klaar. Dat is een hele goede is dat, hè? Want uh, wij krijgen heel vaak de vraag van ja, hoe lang blijft die zitten? Want de ene zegt drie jaar en vijf jaar en tien jaar en unlimited. Ja jongens, wat heb je daar nou aan? Want vervuiling gaat er op een gegeven moment toch ook wel op hechten. Dus je zult je auto toch wel moeten onderhouden. En wat Dennis zegt, van ja, nou ja, ik geef mijn auto elk jaar toch wel even een milde paleisbeurt om hem gewoon weer helemaal lekker fris te houden. Dat is ook eigenlijk wel nodig, ook als je een glascoating hebt, om je auto in topstaat te krijgen. En dan is best slim wat hij zegt, kencoat, blijft misschien minder lang zitten, maar het is ook veel makkelijker aan te brengen. En uh, je doet er ook best lang mee ja. hè, met zo'n uh, bus. En ik, ja, je doet vier tot zes auto's. En als je niet heel veel rijdt, is, uh, is dat is gewoon goed. Rij je 40, 50.000 per jaar. Is natuurlijk anders dan als je 5 of 8.000 per jaar rijdt. Ja. Dus het is niet de beste coating. De duurste is niet altijd de beste coating. Uh, ja, ook een stukje persoonlijke voorkeur. Uh, gevoel van het lakwerk. De ene coating voelt glad aan, zoals Poorboy's, zoals Moos Evo. Uh, Kencoat voelt stroef aan. Vergis je niet, stoot ontzettend water af, maar meestal worden die twee aan elkaar gekoppeld. Ja. Um, dus ja, het is niet, dus, er is niet zoiets als de beste coating, in mijn mening. Dat, nee. uh, en dat is ook niet automatisch de duurste. Nee. Het is wel zo dat de ene coating wat krasvaster kan zijn dan de andere coating. Hoe sneller een coating is aan te brengen en hoe korter die blijft zitten, hoe minder hard en krasvast die waarschijnlijk is. Want het is ook geen exacte wetenschap, maar dat is wel iets wat je in je achterhoofd kunt houden. Nee. Um, coatings helpen sowieso niet tegen steenslag en aanrijdingen. Niet meer supermooi, Tim. Nee die, is, nee, die is niet meer supermooi. Nee, er stak, iemand, er stak een auto over. Ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Dus, uh, ach, een ductape erop. Ja, anders valt me een kentekenplaat eraf. Dus maar, maar. Maar daar helpt het dus ook niet tegen. Nee, goed. Volgende doet. vraag. Ja. Josine vraagt, kan je met zo'n lakdikte meter ook aluminiumpanelen meten? Josine, goede vraag. Um, met een lacticometer over het algemeen kun je uh, magnetische en niet-magnetische metalen ondergronden meten. Dus staal en aluminium. Carbon kun je niet meten. En met, in ieder geval niet met onze meters. Uh, kunststof kun je ook niet meten. Maar dat was de vraag. Nee. Aluminium wel. <laughs> dat was de vraag. En ik, ik denk... Ik, <laughs> ja, dat was de vraag. Ik, ja. ik, was de vraag <laughs> ik nee, ik zit je te plagen. Oh. Nee, duidelijk. Dat klopt. Ja. Dus uh, met de uh, hedendaagse meters kun je gewoon... Uh, Ferro's en non-ferro's metalen, metalen, hè, kun je meten. Dus inderdaad uh, kunststoffen, carbon, uh, weet ik het, andere plastic dingen niet. JB die vraagt: als je graag twee keer per maand je auto wast, moet je dit in de winter dan vaker doen vanwege strooisout? Hey JB, ja, goede vraag, uh, ja. In de winter, op het moment dat er gestrooid wordt en het natter en viezer is op de weg, is het ook wel verstandig om vaker dan gemiddeld je auto te wassen. En uh, dat komt dan voornamelijk door het strooisout. Want strooizout is uh, niet zo vriendelijk voor je auto. Uh, is bijtend, uh, corrosief, uh, uh, zorgt ervoor dat onderdelen kunnen gaan roesten en er lelijk uit kunnen gaan zien. Dus zeker waar, ja, vaker uh, als je de tijd voor hebt, vaker wassen dan uh, je normaal doet. Jij nog iets aan toe te voegen? Nou ja, niet zozeer voor het wassen, maar stel in december heb je een laagje wax aangebracht en je wax gaat drie maanden mee. En half januari is het een mooie dag en je was je auto. Leg even een nieuw laagje wax aan, want je weet niet hoe lang het gaat duren voor je weer een nieuw laagje aan kan brengen. En een extra laagje in de winter kan zeker geen kwaad. Dat vind ik een hele goeie. Ja, toch? Dat had ik nog even niet over nagedacht. Ja, extra wassen is dus niet alleen belangrijk, maar extra Snel of extra vaak een beschermlaagje aanbrengen is minstens net zo belangrijk en misschien wel belangrijker. Want als die goed beschermd is, hecht de boel ook minder, is het makkelijker schoon te maken en kan die zouten rotzooi ook minder makkelijk bij je lakwerk of je plaatwerk zelf terechtkomen, omdat die beschermlaag ertussen zit. Vergeet ook niet extra je wielkast en dergelijke goed uit te spuiten, want daar zit ook heel veel strooi uit natuurlijk. En bij je vering en schoptempers en dat soort dingen zijn duur om te vervangen, dus voorkomen is beter dan genezen. Zeker. En bedankt. Alsjeblieft. Graag gedaan. Hetje Jack zegt, niet verkeerd voor de eerste keer, maar ik had wel een iron remover gebruikt en isopropiel alcohol om eventuele vingerafdrukken weg te halen. Aangezien ze had gevoeld aan de lak of die wel glad was na het kleien. Hé hey, uh, Hedje Jack. Ja, Jentel die deed het helemaal niet verkeerd. Dus uh, wij waren ook positief verrast. En zij had inderdaad een iron remover kunnen gebruiken. Zeker waar, maar ze heeft ervoor gekozen om een stuk te kleien, en uh, daarmee haal je in principe ook alle vastzittende vervuiling veilig weg. Tenzij je heel veel ijzervervuiling zou hebben, dan is het altijd wel verstandig om uh, een iron remover ervoor te gebruiken. Maar vergeet niet, ze had natuurlijk ook maar beperkte tijd, en uh, daarom heeft ze bepaalde keuzes kunnen maken en moeten maken, want anders ga je het gewoon überhaupt niet redden. En dan die isopropylalcohol. alcohol, ja, nou. Daar zijn we het niet helemaal mee eens. Want vingerafdrukken en, en andere plekjes en weegjes kun je ook gewoon met de nabehandeling, met een, een, een wax of sealant of een detailerspray, makkelijk wegkrijgen. En heb je eigenlijk geen isopropiel alcohol voor nodig. Het is ook zo dat isopropiel alcohol ervoor zorgt dat het oppervlak best wel straf, stroef en schraal wordt, waardoor het daarna lastig afnemen is en je weer kans hebt om. Kleine micro oftewel zeg maar, merring te veroorzaken in je lak en dat zou je moet je helemaal niet willen. Dus gebruik in plaats van isopropylalcohol alcohol liever een product dat er echt voor gemaakt is, zoals Guillaume Prep of van Nanolex EX. Eh, e e ja, dat was het, kon ik even opkomen. EX net zo effectief, soms zelfs effectiever in het verwijderen van uh, uh, olie enzovoort en uh, minder uh, schraal voor je lak. Maar mocht je gaan koken. Dus met een glascoating, dan is het dus zeker wel aan te raden om eerst die lak goed te ontvetten voordat je die coating aanbrengt. Oh, en nu we het toch over die detailquest hebben, ken je nou iemand die uh, heel erg graag iets wil leren, maar het nog niet onder de knie heeft, heeft? Of je hebt het zelf nog niet helemaal onder de knie? Mail dan naar ditelquest.com. Wel goed spellen, anders komt het niet aan. <laughs> Moet je eerst even Dennis bellen om te vragen ja. hoe je het spelt? Of, ja. heb, of heb, ja, we, we mag hebben? Waar ook? Wilfred vraagt, tijdens het schilderen van mijn huis zijn de verfspatjes op mijn auto gekomen. Nu heb ik ze geprobeerd eraf te halen met mijn vingernagel, maar dat bood geen soelaas. Kan ik deze verfspatjes verwijderen door te polijsten? Hoi Wilfred, goede vraag. Ja, vastzittende vervuiling zoals inderdaad uh, lak of uh, 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 hoe heet dat? Verf, Verf, latex, andere uh, rotzooi. Ja, de lak zit op je auto natuurlijk. Um, dat is niet fijn, die kleine puntjes die op je lak vastzitten. Maar ik wil iedereen wel eventjes aanraden om niet met je nagels te gaan krabben. Want dat geeft namelijk krassen op je lak, gegarandeerd. Niet doen, daar hebben we andere producten voor. Uh, wat heb je daar nou voor nodig? Je hebt daar een lakrum voor nodig, oftewel klei. En niet de milde onderhoudsklei die je van uh, Maguires of uh, Mothers of weet ik wat kunt vinden. Nee, je hebt daar een wat sterkere klei voor nodig. Die uh, ervoor zorgt dat die... Puntjes die dus op je lak vastzitten, veilig nou, weggegumd worden, eigenlijk uh, zonder dat het je lak permanent beschadigt. En welke uh, klei is daarvoor het best geschikt, Dennis? Uh, we hebben de meerdere. Van Vella Pro we hebben we er eentje. We hebben er van Beeldhammer, de regular. We hebben van Donald dat is de Mother Plucker. Ik verzin die naam ook niet. Guillaume Coors. Um, ja, dat zijn wel een beetje, dat zijn wel de grovere, uh, de kleissoorten. Gebruik altijd wel een kleeluuk ermee, mee, want het is wat grover. Je wilt zoveel mogelijk glijing hebben en houd er rekening mee dat je daarna toch, of met de hand of met de machine, even moet polijsten. Want een klein waasje ga je bijna altijd wel zien. Ja. Tenzij je zilver of een witte auto hebt. Heb je het waasje ook alleen ziet? Je ziet het niet. Ja. Precies. Dus even achteraan met een pleismiddel of een cleaner en dat hou je dan zo weg. Test het eerst op een klein stukje. Het is wat grover klei, het is wat harder. Zorg ervoor dat je auto echt goed schoon is. Je wilt geen zandkorrels ertussenuit trillen. Dan is het kleien en dan, dan moet het goed komen. Ja, over uh, kleien hebben we trouwens ook nog een losse video gemaakt. Mocht je willen weten hoe dat nou precies in het werk gaat, uh, dan kan je dat hier in de hoek terugvinden. Het scheelt trouwens ook of de latex een week op zit of een half jaar. Ja, en of het latex is of, of ja. buitenverf enzovoort, ja, de ene verf is heel lastig te verwijderen. Dus als je mild hebt, die eerst proberen, werkt die niet, dan de grond klei. Ja, en niet bang zijn dat je denkt, oh jee, uh, ik zie een waasje of wat dan ook op mijn lak na het kleien, want met een stevige klei heb je dat inderdaad, zoals Dennis zegt, maar met een paint cleaner of een milde polish krijg je dat uh, weer prima weg. Ja, en bij de vragen vraag, uh, kun je ons appen met een foto of iets, kunnen we misschien iets meer over zeggen? Ja, je mag ook ja. langskomen. Ja. Maar in ieder geval wordt hij daarna weer super mooi. Ja. En super glad. En super glad. Ja. En een Audi die trekt zijn haren uit zijn hoofd en heeft inmiddels hetzelfde kapsel als wij hebben. Want die krijgt zijn ramen niet goed schoon. Zijn achterruiten blijven vel en streperig. En of hij nou een glastouw, applicator, papier of krant gebruikt, het lost niks op. Wat moet ik doen om dit probleem op te lossen? Help! Hé hey, Audi balen hè? Op het moment dat je alles probeert en je krijgt je ruiten alsnog niet goed schoon. Omdat er een blauw, vettig, viezig waarsje maar achterblijft. Ondanks dat je alles hebt geprobeerd. Um, dat gebeurt ons ook wel eens. Maar de redding is dan 9 van de 10 keer om een milde glaspolish te gebruiken. Bijvoorbeeld die van AutoGlim. Dan zal je zien dat die meest hardnekkige vervuiling die je met een normale glasreiniger, doek, krant, weet ik het wat je allemaal wil gaan gebruiken. Water met een ui. Kan allemaal. Uh, de... <laughs> ja, het werkt. Uh, vergeet dat allemaal en pak inderdaad gewoon die uh, glaspolies... en behandel daar eens in de zoveel tijd je ruiten mee. Je zal zien dat je daarna een veel beter resultaat hebt. Maar we hebben niet alleen van Autoglym uh, uh, een milde glaspolish, maar ook van? Uh, ook van uh, Soft99, Glako. Uh, Nanalex, uh, Guion komt met een glaspolish. Uh, Enigst Enige is wel, die polish is de enige die je aan de binnenkant kunt gebruiken... want de rest moet je met water afnemen... Kan je ook naar de binnenkant doen. Is minder handig. Is minder handig. Ja. 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 Dus de Autoclean Glass glaspolish is wel de meest comfortabele en effectieve om mee te gebruiken. Uh, of om bij te gebruiken. En ja. is bovendien... Ook voor buiten natuurlijk, maar... Ook nog één van voordeligere die ja. we in het assortiment hebben. Dus hij is niet eens zo een gek duur. Heel zuinig in gebruik. Dus eens een flesje, nou daar, daar kan je gewoon de komende drie jaar, vier jaar wel mee doen. Ja. Ja, dus als laatste redmiddel... Carglass Polish. Carglass Simpel. Nou, dat waren alle vragen voor vandaag. We vonden het leuk om ze te beantwoorden. Zeker. Dit keer zat Dennis naast me in plaats van Johan. Ja, ook leuk. Ook dus leuk, gezellig. Kindje voor de afwisseling. Uh, blijf je vragen stellen onder in de comments, want wij geven er altijd zo snel mogelijk antwoord op. En wie weet, lichten we jouw vraag in een volgende vraag-en-antwoord-video uit. En kom jij gewoon in een video ermee. Hartstikke leuk. Ja, dus. Oh, en uh, even een mededeling. Voor de volgers van ons Project 95, dus de Albert 595 Pista, die uh, supermooi wordt. Jullie moeten heel even geduld hebben, want hij staat nu bij Theo, de spuiter. En die heeft wat langere tijd nodig om uh, alles voor te bereiden. En dan kunnen we niet elke keer een video maken. Dus die interval wordt ietsje langer. Uh, even geduld, maar we komen wel weer bij je in de lucht. En we gaan weer verder met de Quest. En daar zoeken we nog deelnemers voor. Heb je dus interesse, of weet je iemand die interesse hebt? Mail naar ditoquest.com. Later. 我那个老